En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Snoepverstandig, eet een appel. Maar hoe is het met de carnaval? Nee, daar doe ik al jaren niet meer aan mee. Helemaal niet? Nee. Vroeger wel? Ja. Waar ging je vroeger naartoe dan? Overal naartoe. Waar het feest was, ging ik naartoe. Overal. Naar de Kolping altijd? Ja. Lang geleden. Dat is heel lang geleden. Is het anders geworden? Nou, dat weet ik niet, want ik kom er niet meer. Nee. Helemaal niet meer? Nee, daar doe ik niet meer aan mee. Ook niet naar de optocht kijken? Nee, ook niet. Nee. Waarom niet dan? Nou, ik heb een man die het CRPD en die gaat niet meer mee. Dus ik ga je alleen ook niet, daar vind ik ook niks aan. Nee, natuurlijk niet. Waarom niet? Ik vind het onvolwassen om jezelf zo aankleden. Serieus. Maar ik heb wel carnaval gevierd met gewone kleding. En ben ik gaan dansen en eten en weet ik wat. Maar de kleedpartij is niet voor mij, vind ik het een beetje. Ik ben toch al carnavallig, zou ik zo zeggen. Ja. Je spreekt geen Nederlands. Do you know carnaval? Yes. Yes. Do you celebrate carnaval? Why not? I'm too old for that. Of course not. No, it's just not my tradition, so okay. At the moment I don't celebrate. Okay. Ik heb ooit wel eens een keer carnaval gevierd, ja, maar... Heel lang geleden? Heel lang geleden, ja. Waarom doe je het niet meer? Er zijn zoveel mooie feestjes, dus je moet keuzes maken en ik drink niet zoveel. Probeer niet zoveel te drinken, laat ik het zo zeggen. Ik kan nog een carnaval vieren zonder te drinken? Oh, dat weet ik niet. Dankjewel. Nou, wij doen dat dus zo. Ik behoor tot huizen Aqua Viva. Dat is van de paters Jezuïeten en ik ben dus ook een Jezuïet. En dan ga ik dus daar waarschijnlijk naartoe, want daar komt ook de Prins Carnaval. En die komt bij de paters op bezoek. Uh-huh. En hoe lang viert hij dan een carnaval? Nou, dat gaat vanaf zaterdag tot en met als woensdag, hè? Nee. Heeft hij er al wel aan gedaan? Heel lang geleden. Ja? Ja. En wat deed hij dan? Ging je dan naar de feesten of ging je meer naar de optocht? Naar de optocht en naar een café. Uh-huh. En ging je dan verkleed of... In de boerenkiel. Dus het is niet echt verkleed, hè? Nee. Maar waar ging je dan carnaval vieren? In een dorp hier in de buurt, in Kuik. Ja. En gaat u nog wel naar een optocht een keer of dit jaar niet? Nee, ik denk het niet. Nee. Ik ga lekker skiën. Oké. Okay. Dat is ook leuk. Maar is ook, dus we gaan afgeskieden. Is ook een soort van carnaval. Ja, precies. Is dat, heb je vroeger wel carnaval gevierd? Altijd. Tot vorig jaar lid geweest van de carnavalsvereniging. Maar ja, ons kleinzoon is leerplichtig. Dus helaas moeten we in de vakantie. Dus ga je skiën? Op een gegeven moment word je een dagje ouder. En dan valt de vriendenclub uit elkaar. En dan wordt het allemaal minder. Hè. En dan is het in het begin nog met de familie een beetje. Maar ja. Ook dat wordt minder, hè? Ja. Ga je zelf ook naar carnaval? Ik wel, jazeker. Ja, nou nog. Tata. Maar het is altijd wel leuk om te zien, hoor. Ik mag het ook altijd wel graag zien. Dus wat dat betreft, ja. Nee. Waarom niet? Niet meer. Nee, geen zin meer in, nee. Moeten zij niet een beetje met carnaval opgevoed worden? Zij vieren wel carnaval. Op het kinderdagblijf, ja. Okay, helemaal goed. Ja. Helemaal goed. Nou, veel plezier. Oké, dankjewel. Misschien even met de trein met vrienden naar Venlo. En dan gewoon even met de kinderen erbij. Gewoon even lekker op het plein daar staan. Heerlijk. Wat ben je voor carnavalsvierder? Eigenlijk in Brabantse carnaval. Het Krabbegat, waar ze straatcarnaval hebben. Leuke dingen doen. En al met van vroeger uit was dat hier in Mekiekskiek in Nijmegen zelf. Door weer en wind? Door weer en wind, want anders ben je geen carnaval. Je kan er gewoon extra aankleden. Hè? Dus dat gaat prima. Hey, er is nog een gedoe over de optochten. Ze moeten, de luidsprekers moeten allemaal zachter. Het geluid moet naar binnen toe gekeerd zijn. Is het allemaal gedoe, allemaal toestanden of is het betutteling? Het is betutteling. Het is een beetje als de Goffert. Het is twee keer in het jaar heb je daar een gigantisch concert. Je mag blij zijn dat je dus
zo'n mooie locatie hebt en dat de mensen er willen komen. Geniet ervan en voor die ene keer een paar oordoppen. Laat ze van tevoren het weten en dan moet er geen probleem zijn. Wordt er genoeg gevierd in deze regio? Zeg je van nou, dan mogen er wel 1 of 2 tenten bij? Het is met de jaren minder geworden. Vroeger had je de grote feesttenten op het plein staan. Het was wat uitbundiger. En tegenwoordig is het wat meer binnenzaals. Dus het mag van mij wat uitbundiger. Dus naar Venlo toe? Ja. Dankjewel. En Brabant. Dankjewel, man. Helemaal goed. Veel plezier, hè. Doei. Gelukkig. Yo.